We zijn bij een nieuwe dagelijkse Fummus SPC. Ik krijg één zeldzaam Electrum spelerspakket. Wat je hiervoor moet doen is maximaal maximaal 6 uit hetzelfde land, minimaal 3 competitie, 1 zeldzaam, 78 rated en 10 geeft 78 en 11 minuten kwad. Je kan dit gewoon kopiëren. Ik heb relatief makkelijk gedaan. Op doel: Caballero, rechtsachter Perucci, Budisso als verdediger met Ogbonna, Darion linksachter, CVM in Spede, rechtsmid Navas, Torres in centermid met Ceballos en Montero linksmid en spits Alegria. Ik krijg één zeldzaam elektrisch spelerspakket, dat is hartstikke makkelijk. Ik zou gewoon lekker zo doen, op één competitie en dan twee positie op anders. Hoppa, klaar. Gaan we die pakketje openen. Winkel. Zeldzaam elektronisch spelerspakket. Hoppa. Allemaal zeldzaam, 6 goud. Ja, het is een border. Duits, centermid. Gundogan, nice. Ik heb hem nog nooit gepakt. In ieder geval profit gemaakt. En Edison. Oeh, dat zijn 2 borders. Dat is nice. Hoe is hij nog waard? 16k. Dat is lekker om mee te nemen. 16k en dan kun je maar niks gekost. Als je echt wil daar waard maken, is het zal rond de 6k zijn. Nou, ze hebben nog 10k minst al. Nou, deze 5k. Nou, het zijn maar 4k waard, dus 14k. Ze hebben rond 20k winst gemaakt, nu al. Alleen voor deze. Deze transferlijst. Hierbij sluit ik mijn video af. Als je me gedood hebt, geef een video een duimpje omhoog. Als je meer FIFA content wil zien, abonneer op mijn kanaal. Ik kom wel bij elk SPC uit. En niet te abonneren. Vergeet niet mij te volgen op Twitter. Want als je mij volgt op Twitter en op YouTube en je retweet de tweet die ik zaterdag geef, maak ik kans op een 20 euro giftcard. Dus vergeet niet te abonneren, vergeet niet te volgen en retweeten. Dan zeg ik altijd blijven lachen. Ciao ciao.